Goedemorgen allemaal, wij zijn net wakker. Chris net naar zijn werk toe en ik zit hier met de chique boeg aan tafel. Ik heb keelpijn, hoofdpijn, maar ja, we gaan gewoon door. En nou is Amy zieker. Amy heeft rode wangetjes. Is ze zieke schat? Oh, is dat die? Ik heb pijn. Oh, wat is je liefheid? Ik mijn achterhoofd. Ja, mama is ook een beetje ziek, hè? Ja. Komt goed, schat. Hè? Lekker filmpje kijken, schat. Hè? Dylan heeft een lekkere... Stengel! Lekker! Van de bakkenbart. En die voelt zich ook nog steeds niet lekker. Dus die doet ook rustig aan. Hè? Ja, kijk maar uit met eten dan. Ik zal zo een lekker kopje thee maken voor ons. Hè? Kamillethee. Oh, heb ik gezien dat we die hebben? Ja. Oh! Oh, dat heb je gehoord in de winkel natuurlijk. Oh, ja. Oh, lekker. En Elfie is ook een snottekont. Wil jij nog een krekkertje, schat? Zal ik een lekker krekkertje voor jou gaan bakken? Hè? En ik heb natuurlijk weer lekkere pap met pindakaas. Oh, lekker, lekker. Dus wij gaan even lekker ontbijten hier. En dan gaan we eens even kijken wat we vandaag doen. Och, och. Ah, schatjes. Ja. Ja, liefheid. Huh? Vitamintjes! Een lekkere appel! Heb je ook lekker een appel, schat? Je zit op jouw mooie krukje. Het schapenkrukje. En we hebben Winnie de Pooh aan staan, hè? De echte Winnie de Pooh, de film. Die heb ik een keer gevonden op Disney+. Ja, die is leuk, hè? Als ik niet nooit had gevonden, hadden we hem ook nooit kunnen. Ah, we hadden hem vast ooit wel gevonden, maar niet zo snel, nee. Ja. Lief, hè? Lieve Ior. Oh. En Amy zit ook lekker op de kruk, hè? Met een lekker appeltje. Hi, lieverd. Op het schaapje, hè? Goed zo. Ja. Je hebt ook een stukje appelen, schat. Ja. Lekker. Hier, lieverd. Oh, dat is lekker, meid. We gaan ook even lekker verder appel eten. Hey. Dan gaan we zitten. Kijk zo, hè. Zo, hè. Ja. Zo, in de wagen, hè. Naar voren. Ja! Oh. Oh. Hoi! Hoi! Nee, jij past er niet meer in, lieverd. Pas wel schattig, hè? Mama, Elfie wil even lekker spelen met jullie, zie je dat? Pak je poppetje maar erin, lieve Amy. Waar is jouw pop? Pak de pop maar, lieverd. Moet jouw popje erin, lieverd? Nee. Nee. Elfie moet erin. Je kan ook een knuffel erin doen. Oh ja, die kan ook een knuffeltje. Zoals ik slaap. Moet Elfie ook even bij jou zetten, schat? Oké. Oh, ja. Zit je in de wagen van de baby Bobben? Elfie, nee, no. Ja, Elfie zit bij jou erin. Kan je kijken? Is dat mooi? Oh, wil je eruit? Ze wil eruit, schat. Kom maar. Kom, Elfie. Kom maar. Ik wil niet alleen. Zit je lekker in je nieuwe wagen, Elfie? Alsjeblieft. Ben je aan het filmen, Lily? Ben je aan het filmen? Oh. Oh, ze moet goed zetten, anders kan ze niet filmen. Ja. Zo, hè? Ja. Nu moet zo zitten.
Oh. Gewoon even drinken, Dylan. Vindt hij het lekker, Dylan? Of Lily? Vindt hij het lekker? Nee. Moet Dylan straks ook op het potje, hè? Ik wil geen melk. Zo, ja, het is klaar. Ik zal me snel opstaan. Ja, even een potje. Ja, Dylan, daar komt het potje aan. Kom maar zitten, hoor. Dylan wil niet, schat. Dylan past niet op dat potje, joh. Kijk, Dylan's billen zijn groter dan het potje, schat. Wat zeg je? Wat is dat? Hou niet naar buiten, hè? Oh, vogeltjes. Kijk mensen, we hadden heel veel brood over van de bakkenbaard. Dat heb ik weer in de oven gedaan met lekkere kruiden. Dit keer heb ik oregano ook erop gedaan. Dus olijfolie, een beetje zout, knoflook en oregano. En we hebben 2 bakken vol. Oh, wij eten lekkere grilltjes. En broccoli en sperzieboontjes. Heel even wachten. Dan kunnen we lekker eten. Chris was meteen even vanuit zijn werk naar Duitsland toe gereden. Super fijn, want de luiers waren op. En dan kan je ze of hier halen of eventjes in Duitsland. Want vanaf Chris' werk is het een kwartiertje rijden naar de DM. En die zijn wel zo fijn. Plus het scheelt hun geld. Dus ja, kon nu meteen even tanken. Dus dat was wel fijn. Dus die komt denk ik zo thuis. Dan kunnen we lekker gaan eten. En dan hebben we super fijne luiers. Voor Amy hebben we er al minder nodig, want die plas zo goed op het potje. Of niet, Amy? Amy doet goed plas op het potje, hè? Wat? Heb je aankeken? Ja, of je het ook drinken. Ja, jullie zijn een beetje. Jullie zijn een beetje moe, hè? Beetje ziek. Beetje ziek. Hi, lieverd. Hi, knapperd. Heb je lekker gedronken, schat? Kan je nog klappen voor mama? Doe maar klappen. Klappen, 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 klap. Klap, 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 klap. Klap, klap, klap. Klappen, klappen, klap. Goed zo. Ik ben aan het leren voor school, want we moeten... Oh, gezellig! Ja, Zeeland doen. Topografie! En daarna zie ik dat we Groningen... Oh, maar dat hoeft niet. Je moet nou Zeeland. Ja. Wat wil je doen, lieverd? Wil je ook kleuren? Ja, ga het maar wat pakken voor jou, ja? Maar Dylan is niet aan het kleuren, Dylan is het op aan het schrijven, zodat hij het kan leren, lieverd. Nee, ik heb het opgeschreven, maar nu is het zo. Daar is Middelburg, daar is Vlissingen, ja. Daar is Oes. Spannend morgen, hè? Ja. Ja. Oh jee. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat maakt echt niet uit. Het uitspreken moet je niet leren. Je moet weten waar het ligt. Ja, nou, doen we even doorleren dan, hè? Jij hebt iets op jouw hoofd. Er zit een stukje broccoli, schat. Nee, hier zo. Ja. Bij de oogjes. Boven je oogjes. Ja. Kan papa het weghalen? Ja. Moet mama even hier broccoli snijden, schat? Zo. En daar. Oh jee. Broccoli. Doe je dat voor strakjes bewaren? Jij is er. Oh, pardon. Hé, bewaar je dat voor strakjes? Je moet niet met vormpje gaan wijzen. Dat moet je niet doen. Is het lekker? Sperzieboontje, hè? Lekker, hè? En cookie en lekker, schat. Smakelijk eten. Smakelijk eten. Smakelijk eten. Misschien. Heb je sperzieboontje? Oh, lekker. Papa, lekker. Oh ja. Lekker, hè? Wat wil jij zeggen, Dylan? Zo, de kindjes liggen heerlijk op bed. Chris is even naar mijn vader toe. Even daar gezellig naartoe. En ik ga even voor jullie editen, zodat je morgen vroeg wat te zien hebben. En daarna dan, als Chris terug is,
gaan we nog even denken, lekker een filmpje kijken of een serie. Of misschien wel Nintendo Switch spelen. Ik weet het nog even niet. Ik denk de serie. We zijn The Stranger aan het kijken. Super spannend. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe die dan weer verder gaat. Dus ik ga snel eventjes voor jullie editen. En als Chris dan thuis komt, ben ik tenminste ook klaar. Dus mochten jullie het een leuke video vonden, wat we natuurlijk hopen, doe dan zeker even een dikke duim omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, dan doe dat dan even en druk dan meteen even op het notificatiebelletje. Dan krijg je meteen een berichtje als we een nieuwe video online zetten. En dan willen we jullie bedanken voor het kijken. En tot morgen. Doei doei.